Yo mensen van Doe Maar Gamen, leuk dat je me bekijkt naar deze nieuwe episode van Minecraft Doe Maar Gamen Server Survival dag motherfucking 3. Ik zal jullie gelijk even iets vertellen over de server. De vorige keer toen ik de video afsloot, oftewel dag 2 van de Doe Maar Gamen Server Survival, zagen jullie dat de server crashte. En toen had ik jullie al verteld van jongens, het komt allemaal goed. Het is uiteindelijk ook goed gekomen, maar het is niet echt heel erg makkelijk goed gekomen. Toen ik na de crash de server weer inging, dus eigenlijk een soort van offscreen, was alles weg. De hele map was weer gereset. Al mijn spullen waren weg, alle bouwwerken waren weg. Het was gewoon weg. Daarna heb ik heel erg lang zitten discussiëren met de host waar ik mijn server host, oftewel Freeze Hosting. Ik heb daar dus nogal problemen mee gehad, maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Ze hebben mij namelijk wat meer RAM gegeven en de server die doet het als het goed is nu weer. Waar ik uiteraard enorm blij mee ben, want ik schrok heel erg. Ik dacht, dan zitten we bij dag 3 en dan is gewoon letterlijk alles alweer weg. Waar ik echt enorm van baalde. Maar zoals jullie nu kunnen zien, zijn mijn spullen weer terug. Ik heb het weer terug kunnen krijgen zoals het ongeveer was. Eigenlijk gewoon zoals het was, waar ik enorm blij mee ben. En nou ja, in ieder geval welkom terug bij deze nieuwe episode van Doe Maar Gamen Server Survival. Ik heb er in ieder geval enorm veel zin in om deze video voor jullie te maken. Daar zijn twee endermans. En wat ga ik doen? Ik heb namelijk offscreen zitten zoeken naar schapen. En ja, die heb ik gevonden. Ik heb ze even allemaal afgeslacht, zo ben ik dan ook alweer. Zodat we dan in ieder geval even een bed kunnen maken. Ja, ik denk dat jullie onderhand wel weten hoe het werkt met de Doe Maar Gamen Server Survival. Zodra jullie even een like achterlaten, je Minecraft naam in de comments laten weten en jouw Skype naam of een naam van een andere social media platform, dan heb jij de kans om in de Doe Maar Gamen server gewidest te worden. En dan kun jij hier lekker gaan survivalen met mij. Wat moet je daarvoor doen? Nogmaals even een like achterlaten op deze video. En hier beneden in de comments even jouw Minecraft naam laten weten. En natuurlijk even een naam van een account dat jij hebt van social media. Dat mag Skype zijn, dat mag Twitter zijn. Nou, eigenlijk is het heel erg simpel. Het moet Skype of Twitter zijn. Facebook doe ik niet aan. En andere shit zoals Hives en zo. Lijkt me heel sterk dat iemand nog Hives heeft. Maar stel je nou eens voor. Doe ik ook niet aan. Dus like achterlaten. Hier beneden komt je Skype naam. Of Twitter naam achterlaten. En natuurlijk je Minecraft naam. Zodat ik die naam kan whitelisten. Hier op de Doe Maar Gamen server. Laat natuurlijk sowieso even een like achter. Ook heb je geen Minecraft. Support mij heel erg. En het zorgt ervoor dat er langere en meer episodes komen. Van de Doe Maar Gamen server survival. Holy shit. Hoe vet is het om daar een huisje op te hebben. Even serious. Ik ga het niet doen. Het is heel vet, maar ik ga het niet doen. Waarom niet? Omdat het dan heel erg moeilijk is om aan hout te komen en shit. En dan moet je heel veel moeite voor doen. Wil ik niet, dus vandaar. Maar nogmaals, ik heb dus er enorm veel problemen gehad met Freeze Hosting. Maar het is weer opgelost, dus het is niet meer nodig om op ze te gaan haten of zo. Was sowieso niet nodig, want het was tussen mij en Freeze Hosting. Maar toch super tof dat jullie voor mij opkomen. Alleen, het was al de tweede keer dat ik bij Freeze Hosting zo'n probleem had. Dus ik zat er een beetje mee. Maar uiteindelijk is het... hopelijk opgelost. Tenminste, ik ga er vanuit van wel. Anders ben ik wel heel erg boos. Tenminste, ze hebben me meer RAM gegeven. Als het goed is, is de server nu gewoon goed. En hoort er geen lag en shit meer in te zitten. Dat neem ik in ieder geval niet aan. Dus daar ben ik dan wel weer heel erg blij mee. Ik ga in ieder geval gewoon weer lekker verder. En ik hoop dat jullie er ook allemaal weer zin in hebben. We hebben de vorige episode enorm veel weten te minen. Daardoor hebben wij ook diamonds weten te bemachtigen. Super chill. En met die diamonds heb ik dus even twee tools gemaakt. Ik heb een zwaard gemaakt en ik heb even een pickaxe gemaakt. Het zwaard heb ik gewoon even gemaakt omdat dit dus een server is die op normal staat. En het is niet mogelijk om even snel dit te doen. Want normaal staat hier dan options en dan kun je het... ja, nu kun je het wel peaceful zetten. Maar dat heeft geen nut, want de server staat ingesteld op normal. Dus dan kun je het wel peaceful zetten. Maar dan blijft het alsnog normal. En dan blijven er alsnog mobs spawnen. Met andere woorden, dan is er nog steeds een kans dat jij vermoord wordt. Gisteren ook, jongens en meisjes. Echt een letterlijke bijna doodervaring. Er was een witch die gooide een potion op mij. Toen had ik nog een half hatje. Er stond daar een creeper, daar een skeleton, daar een spin. En ik was zo bang, jongens en meisjes. Ik dacht echt van, dit gaat gewoon het einde worden. Nu al gewoon, weet je wel. Dan zitten we bij dag 2. Heb ik lekker veel spullen en dan gaan we dood en is alles weer weg. Dat dacht ik echt even serieus. Maar ja, het is in ieder geval gefixt en daar ben ik enorm blij mee. We hebben ook een spawnpoint gezet op dit moment. Alleen ik zou eigenlijk liever wel even een spawnpoint willen zetten waar ergens waar ik ook daadwerkelijk echt een huis heb. Dus dat is even het nieuwe objectief van mij. Ik ga proberen ergens een huisje te maken. Het liefst wel een erg mooi huis. Maar ik ben alleen al blij dat als ik even snel kan slapen op de plek waar ik die huis ga maken, die huis. Lekker Nederlands job. Dan ben ik wel blij als ik even kan slapen op de plek waar ik het huis ga maken. Dat ze namelijk al enorm chill zijn. Ik denk dat ik het daar ga doen. Voor de mensen denk ik, joh, waarom? Omdat daar lekker veel hout is. En dat lijkt me wel een chille plek. Ook al ben ik persoonlijk niet een al te grote fan van normaal oakwood. Als je mij vraagt welk hout ik het mooist vind, is het toch wel sprucewood. Dat daar is. Dus ik denk dat we daar maar ons huisje moeten gaan maken. Dan heb je namelijk spruce wood. Een sneeuwgebied leek me ook wel leuk om te doen. De vorige episode had ik verteld dat ik eigenlijk helemaal niks met sneeuwgebieden had. Klopt, in singleplayer vind ik het niks. Maar op een of andere manier vind ik in multiplayer werelden, oftewel een server, vind ik sneeuwgebieden eigenlijk wel heel vet. Dus ja, dit wel een mooi plekje is om ergens ons huisje te gaan maken. Luke die heeft ook wel ergens op een hele hoge berg zijn huis gemaakt. Vind ik persoonlijk niet echt iets wat bij mij past. Ik ga het niet op een hele hoge berg maken. Maar ik wil het liefst in een gebied maken waar enorm veel bomen zijn. Dus dat is denk ik hier wel. Alleen hier zijn heel erg veel bomen. Alleen heel erg weinig spruce wood bomen. En dat zijn nou precies de bomen waar ik mijn huisje mee wil bouwen. Dus ik moet een beetje rekening houden. Wat voor hout ik mee ga nemen. Maar vergeet echt niet even een like achter te laten. Zou ik echt super tof vinden. Moet je gewoon even niet vergeten. En oh shit. Ik kan het hier maken.
Zullen we het hier maken, mijn huis? Misschien wel een dope plek om hier mijn huis te maken. Wat we ook nog gaan proberen, we gaan ook nog netherportalen proberen te maken. Zodat we bij elkaar kunnen komen. Dus dat ik bijvoorbeeld makkelijk bij iemand anders huis kunnen komen. Stel voor jij komt hier in de Doomer Gamer server en jij maakt een netherportal. Dat ik zeg maar snel naar jou toe kan reizen. Omdat ik misschien iets met jou wil ruilen of zo, je weet het niet. Lijkt me ook wel leuk om bijvoorbeeld als ik uiteindelijk fucking veel diamonds heb. Of fucking veel emerald. En ik heb bijvoorbeeld enorm veel kool nodig. Dat ik dat dan kan ruilen met bijvoorbeeld Luke of zo. Dat is ook een beetje het doel van deze server. Dat je lekker gaat ruilen. Lekker gaat handelen. Natuurlijk een beetje samenwerking is nooit verkeerd. Maar het is niet echt de bedoeling dat je ook letterlijk bij elkaar gaat wonen. Maar ja, jullie begrijpen het denk ik wel. Holy shit, dat is een hele hoge boom. Jullie begrijpen het denk ik wel. Ik ga mijn huis hier beneden maken. Hier zo. Waarom? Omdat je dan cobblestone hebt, je hebt hout, je hebt water. Dus als je ooit denkt van, nou, ik wil een farmpje gaan maken, kun je simpelweg het water pakken. Je hebt een motherfucking koeien, ook super chill om te hebben, eerlijk gezegd. Koeien zijn ook nooit verkeerd, alleen zit mijn inventaris nu vol. Je hebt ook dark oakwood saplings, dus als ik nou beslis om toch nog iets te gaan doen met andere soort bomen, dan heb ik dat. Ik zie daar nog wat oakwood. Dus dat is echt de perfecte plek om een huisje te gaan maken, neem ik aan. Alleen, nu is de vraag, ga ik mijn huisje op een berg maken, in een berg, of beneden. Nou, zelf ben ik een beetje aan het twijfelen, want in een berg zou ook wel chill zijn. Alleen, naar mijn ervaring is dat niet het beste om te doen. Want ik heb dus in een serie die nu eigenlijk al heel lang een soort van gestopt is. Of nou, heel lang niks meer van upgeload is. Oftewel, Minecraft Playthrough in de versie 1.7.4. Had ik ook een huis in een berg. Dat was bijna alleen maar minen. En dat is niet heel leuk om naar te kijken. Luke heeft dus een huisje op een hele hoge berg. Maar dit is wel uitzicht hoor, jongens. Dit is wel uitzicht. Als je hier je huisje hebt, dan heb je toch wel echt iets, hè. Dan kijk je gewoon uit over heel Minecraft. Ik denk eigenlijk dat dat wel de shit is op dit moment. Ik denk dat ik dat wel het best kan doen. Ik denk dat we dat moeten doen. Dat we hier ons huisje gaan maken. We hebben een mooi uitzicht over heel Minecraft. Super chill. Ik denk dat we dat het best kunnen doen. Dus ik ben het er helemaal mee eens. Laat natuurlijk even in de comments weten wat jij ervan vindt. Ik ben natuurlijk enorm benieuwd. Maar ik denk dat dit een heel vet iets is. Dus laten we hier ons huisje gaan maken. Ik ben het er helemaal mee eens. Even kijken voor de zekerheid. Ja, dat is wel vet hoor. Je hebt daar namelijk birchwood. Je hebt dan birchwood, sprucewood, dark oakwood. Want daar heb ik namelijk saplings van. We gaan het hier gewoon doen. Oké, hebben wij een schep? Nee, die hebben wij niet. We hebben hier wel dark oakwood, maar ik ga het doen met sprucewood. Dus wat ik ga doen, ik ga als eerst even wat droppen. Zodat ik even een schep kan maken. Nou, dat is makkelijk. Ik drop mijn workbench. Ga ik even een schep maken. En dan gaan wij dus even dit een beetje maken naar de oppervlakte die wij willen. Want ik weet niet, de oppervlakte is zeer waarschijnlijk iets te klein. Ik wil er namelijk wel een beetje een groot iets van maken. Maar daar komen we zelf. We hebben nog 34 iron. Dus wat mij een goed idee is om even snel een furnace te maken of twee. Die furnace zetten we dan even hier zo neer. Met wat kool erin. En dan voor de rest wat iron. En dan kunnen we even snel een schep gaan maken. Zodat we dit even kunnen aanpassen naar onze dromen. Om het even zo te zeggen. Ik heb er in ieder geval weer fucking veel zin in om deze video voor jullie te maken. Ik hoop dat jullie er weer zin in hebben. En that's it. Dat is eigenlijk het enige wat ik heb te zeggen. Ik vind het zo vet, hè. Kijk, we hebben hier echt het uitzicht over van alles. We kunnen hier uitkijken over het moeras, oftewel de swamp. We kunnen van de vier kunnen we uitkijken over eigenlijk gewoon een dicht begroeid bos. En dat als je er ook fucking episch hebt met al het kool. Dus als ik ooit denk van, nou, ik heb kool tekort, kan ik daar terecht? Als je hier naartoe gaat, kijk je weer over iets totaal anders uit. Namelijk over een gesteend berggedeelte. Gesteend berggedeelte met bomen. En die clouds, zeg maar, die maken het nou net iets meer bergachtig. Dan heb je echt het gevoel alsof je in een berg woont. Super vet vind ik dat. Gaan we zeker weten zo houden. En misschien, ik ga zelf nog dus, als ik mijn huis heb, ga ik signs ophangen. En dan ga ik bijvoorbeeld schrijven, bij de zoveel likes gaat dit en dit gebeuren. En bijvoorbeeld, bij de zoveel likes ga ik een kijker uitnodigen om één keer, dus in één episode, mij te helpen met bouwen. Dus dat is even het hele idee. Dus jullie, dit is echt een server die gewoon zorgt voor wat extra interactie tussen mij en de kijkers. Waarom heb ik dat gedaan? Mijn haar zit weer kut. Omdat ik dat gewoon fijn vind. Gewoon net iets meer interacties in een serie is nooit verkeerd. Helemaal niet in een serie die dagelijks geüpload wordt hier op Doomer Gamen. Dus daarom vind ik het super vet. Ik ga even een schep maken. Of heb ik die al? Nee, die heb ik nog niet. Oké. Zo. Als eerst haal ik even al het sneeuw weg. Want ja, weet je. Gewoon ja, ik heb hier geen sneeuw nodig. Tenminste, sneeuw dat geeft wel een beetje. Wat altijd het leuke is dat je dan in zo'n lekker knus huisje zit. En dat je dan buiten al het sneeuw ziet. Dat geeft toch wel een comfortabele sfeer. En dat vind ik altijd leuk aan Minecraft. Je kunt je eigen sfeer creëren. Je kunt je eigen stijl creëren. En dat is denk ik ook de reden waarom Minecraft zo'n enorm populaire game is. Je hebt zoveel mogelijkheden. Het is gewoon niet op te doen. Wat je ook wil, je kunt het doen. Je kunt een huis uit een game naam maken. Je kunt je eigen huis maken. Je kunt van alles doen. En dat is gewoon het leuke aan Minecraft. En helemaal als je dan een server hebt waarbij je dus nog wat extra interactie hebt met de kijkers. Die kunnen je dan ook nog wat helpen. Dus als jullie bijvoorbeeld zeggen, hey Job, ga de volgende episode een valkuil maken van hier tot en met daar. Dan kan ik dat doen. En dan kan ik gewoon simpelweg enorm makkelijk naar beneden komen.
Nou, super vet natuurlijk. Gaan we ook zeker weten mee bezig. De episodes worden ook niet al te kort. Het worden lekker lange episodes. Zodat jullie lekker wat om naar te kijken. En vind ik altijd wel fijn. Dus als jullie dan s'avonds denken van ja, ik ben moe. Maar eigenlijk wil ik nog niet slapen. Kun je even lekker nog een half uurtje naar Survivor, wat zeg ik. Nou, Minecraft Doom Game Server Survivor kijken. Even kijken hoor. Wat ga ik nou... Ik ga even een chest maken. Dat is wat ik moet doen. Even een large chest maken. Zo. Sneeuwballen heb ik even niet nodig. Hoppakee. Die large chest, die zet ik heel even hierin. Te gek, of hierin, hier neer. Dan gooi ik daar heel even wat shit in. Wat ik er bijvoorbeeld even in ga gooien is dit hier allemaal. Ik kan eigenlijk alles er wel in gooien, want ik moet toch eerst nog even kijken. Ik moet eerst even de oppervlakte maken. En daarna kan ik pas bezig gaan met het maken van mijn huis. Wat zeer waarschijnlijk deze episode wel gaat gebeuren. Alleen dan moeten we nog even geduld mee hebben. Nou, dingen die ik wel bij... Verzoek anders een schep maken van diamond? Nee, dat krijg ik. Dat is niet zo handig. Waarom is deze schep nu al op? Dat gaat snel. Dat die schep nu al op is. Wauw, dat zou je niet snel verwachten. Maar het zal wel. Ik denk dat ik het beste... Wat zul ik doen? Zul ik het vanaf hier helemaal weghakken? Of zul ik dit gewoon uit gaan breiden? Hoeveel dirt hebben we? 64. Ja, dan denk ik dat we het best dit kunnen doen. Dat we het best een beetje kunnen uitbreiden. En dan komt er vanzelf geloof ik wel sneeuw op. Tenminste, is dat zo? Dat verspreidt sneeuw zich of niet? Nee, hè? Of wel? Ik hoop het eigenlijk wel, want er komt hier sneeuw op. En dat ziet er dan best wel mooi uit. Mijn huis wordt lekker groot. Ik ga er een groot huis van maken. En misschien, heel misschien maak ik zelf wel een dorpje hier. Maar dat weet ik nog niet. Ligt er een beetje aan. Het kan ook zijn dat ooit hier een kijker of zo een keer een huisje wil gaan bouwen voor me. Mag ook. Tenminste, ligt eraan. Daar moeten we nog even mee wachten. In ieder geval, tot nu toe ziet het er hartstikke netjes uit. Zo. Is dit een mooi oppervlak? Het is een mooi oppervlak, maar het is nog niet groot genoeg. Het is ook niet zozeer symmetrisch. En dat is wel belangrijk, dat we een beetje een symmetrisch groot oppervlak krijgen. Zo. Ik heb ook geen dirt meer. Dan moet ik even wat dirt gaan bemachtigen. Waar ga ik dat doen? Ik denk dat ik het gewoon even beneden ga doen. Hier beneden. Oh my god. Dat is dus een beetje het nadeel van het wonen op een berg. Stel voor ik was rechtdoor gelopen, was ik er nog afgevallen ook. Ik ga hier trouwens even slapen, want hier komt toch mijn plekje, mijn stekkie. Want hier komt toch mijn vaste basis. Wat ik ga doen, ik pak even een bed. En ik ga hier even slapen, zodat hier dus mijn spawnpoint wordt gezet. Dus als ik dan ooit doodga, dan kom ik in ieder geval hier weer terug. En dan hoef ik dus niet bang te zijn dat ik weer helemaal terug word gespand naar mijn oude plekje. Ik weet ook niet wat er net gebeurde. Hij zat een beetje te glitchen. Ik hak het daar gewoon even weg, joh. Ik hak daar gewoon even een heel groot gedeelte met sneeuw weg. En dan gaan we, daarna gaan we even wat hout verzamelen. We hebben namelijk enorm veel spruce wood nodig. En dan zijn we ongeveer klaar. En dan kunnen we de volgende video, kunnen we als jullie gaan willen minen of iets. En mijn mine die wil ik ook ergens beneden gaan maken uiteraard. Ik ga niet in een berg minen. Dat is vrij logisch, want dan kun je alleen maar emerald vinden. Want diamond zit toch echt alleen maar op niveau 11 en 12, denk ik. Dus dat heeft niet zoveel nut. 11, 12 en daar omlaag natuurlijk. Want bij 9 zo kun je ook gewoon diamond vinden. Dat was trouwens mijn vaste coördinaten eigenlijk om diamonds te vinden. Vroeger altijd 9. Maar sinds kort doe ik het altijd op 12. Omdat dat toch iets efficiënter is naar mijn mening. Maar wat we dus gaan doen. We gaan de volgende episode dus bezig met het maken van een mine. En die mine die gaat gewoon plaatsvinden helemaal beneden op de grond. Want dan gaan we dus daar gewoon een mooie strip mine aanleggen. En dan kunnen we een beetje diamonds verzamelen. Jongens, ik zie een enorm mooie toekomst voor me in deze server. Alleen ik hoop niet dat weer hetzelfde probleem gaat optreden. En dat niet zometeen weer de server crasht. En dat weer alles weg is. Maar ja, ik heb nu met... Met Freeze Hosting denk ik wel een hele duidelijke afspraak. En het lijkt me sterk dat het nu nog een keer verkeerd gaat. Ze hebben me meer RAM gegeven. En als het nu nog een keer verkeerd gaat, dan moet het wel heel erg apart zijn. Maar nee, ik hoop dat het nu goed zit in ieder geval. Kijk hoe mooi het eruit ziet daar. Ik ga dit even helemaal weghakken zo. Want we hebben dus enorm veel dirt nodig. Willen we het een beetje symmetrisch kunnen maken. Dat is wel handig namelijk. Nou, mijn schep is op. Nou, ik denk dat we dan op dit moment wel genoeg dirt hebben. Ik ben verkouden, ouwe. Heel vervelend, s'nachts het uit. Als je dan verkouden bent en je wil gaan slapen, dan weet je wat bij mij altijd is? Ik wil niet gaan door mijn mond gaan ademen als ik ga slapen. Want dan ga ik snurken en dan word ik gewoon letterlijk bijna zelf wakker van. Dus daarom vind ik het veel chiller om gewoon door mijn neus te kunnen ademen. Maar als je verkouden bent, kan dat dus soms niet. En dan probeer ik echt elke houding te vinden waarbij ik ook maar een klein beetje door mijn neus kan ademen. Zodat ik het zeg maar niet te benauwd krijg. Zo hopeloze missie is dat. Dat is zo kut. Maar ja, boeien. Sommige dingen die kunnen nou niet allemaal meezitten. Ik weet niet waarom ik het opeens had over verkouden. Oh ja, ik was een beetje verkouden en daarom had ik het erover. In ieder geval, we gaan dit even aan. Even een mooie customizen, zodat het helemaal op onze hoogte is afgesteld. We moeten het zo meteen nog wel even wat natuurlijker maken. Want ik daarmee bedoel te zeggen is dat het niet zeg maar hier helemaal heuvelig is. En dat je dan opeens een groot vierkant hebt. Want dat ziet er natuurlijk van beneden helemaal niet mooi uit. Maar dat is later zorg. Dat kan ik ook offscreen altijd nog even doen. Want dit is dus een server en daar ga ik offscreen ook een beetje in werken. Net zoals alle andere spelers doen. Een goed voorbeeld is
is Luke. Die heeft op dit moment al een enorm groot kasteel gebouwd op een berg met allemaal diamonds en shit. Nou, dat kan ik natuurlijk nog niet doen, want ik ben natuurlijk naast surfen ook heel druk bezig met andere series, met andere kanalen en met het editen van video's waar ik eigenlijk al 24/7 mee bezig ben. Maar als ik dan ooit even wat vrije tijd heb, zeg maar, naast het editen van video's, bewerken en opnemen voor andere kanalen, dan kan ik gewoon even lekker relaxed in deze server wat gaan doen. Dus dat is wel super chill. En ik ben hier dom genoeg vergeten coal bij te doen. Lekker bezig, Job. Lekker bezig. We hebben 10 diamonds. Of 10 diamonds, 10 iron. Zou wel beter zijn als ik 10 diamonds zou hebben, maar dat heb ik niet. Ik maak even snel een chestplate voor de mensen die denken, Job, waarom? Nou, dit is dus waarom. We zitten hier op een fucking hoog gedeelte. Dus stel voor ik val er straks af, dan hoop ik wel dat ik een klein beetje beschermd ben door mijn armor. Maar ja, home sweet home, zeg ik maar. We hebben een mooi huisje, stekje gevonden op dit moment. Ik vind het netjes. Ik vind het een mooi gedeelte, denk ik. Is dit groot? Ja, kijk, begint erop te lijken. Het is symmetrisch aan het worden. Fucking chill, staat daar hou ik van. Zo. Heel veel mensen denken, joh, waarom doe je het niet gewoon op deze manier? Dus zeg maar zo. Omdat het dan een beetje onnatuurlijk wordt. En dat wordt het nu eigenlijk wel een klein beetje. Maar dat is niet zo heel erg. Als ik het maar zo doe, dus gewoon 2. Dan ziet het er al iets mooier uit. Kijk, hier begint het dan al gewoon weer wat natuurlijker eruit te zien. Oké, te gek. Zo. Het begint al ergens op te lijken als ik heel eerlijk ben. Ik moet alleen nog even dit snel afmaken. En wat we dus gaan doen, we gaan dus een enorm grote mine maken. En dat wordt een strip mine, want een strip mine is het efficiënt voor het zoeken van diamonds. En die gaan we dan zeer waarschijnlijk daar maken. Dus wat ik dan ga doen, is dan ga ik een soort van val iets maken hier zo. Dus dat je dan zeg maar, als je hier afgaat, dat je dan... Wacht, dus dat kan nu al. Als ik nu spring, dan kom ik daarin terecht. Alleen het hele probleem is dan, hoe ga ik terugkomen? Want ik heb geen zin om elke episode weer helemaal op deze manier terug te moeten klimmen naar mijn huis. Dus als jullie denken, Job, ik heb een hele goede manier hoe jij helemaal van beneden op de grond terug kan komen naar jouw mooie huisje op die berg. Laat het dan hier beneden even weten in de reacties. Want daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Ik heb geen schep meer. Dus die ga ik even maken. Zo. Ik heb Oh, kut, sorry. Dat gebeurt me echt zo enorm vaak. Zo. En ik heb hier nog wat iron zitten. Of wat cobblestone, Job. Mag ik ook wel even bij me houden. Dan kan ik nu even full iron armor maken. Dus dan doe ik zo. En dat is een iron blokje op. Dat heb ik niet nodig. Zo. En hoppakee, heb ik full iron armor. Super chill. Kun je altijd goed gebruiken. Pak heel even snel nog wat eten bij. Want het is altijd handig om een beetje gerestored te zijn. Want het is natuurlijk niet chill als er zo meteen een afval en niet meer geregenerated wordt. Dus zo. Sneeuwballengevecht. Oh my god. Dat lijkt... Vanaf hier lijkt het echt heel erg anders op. Even serieus. Oké, geen commentaar. Laten we... Ja, wel commentaar. Dit is een commentary. Maar laten we gewoon even verder gaan. Je zou natuurlijk ook je huis op de grond kunnen maken. Maar dit is wel fucking episch hoor. Helemaal hoog in de berg. Ik vind het vet. Oké, we gaan verder met het verzamelen van dirt. Doe ik gewoon even hier zo'n beetje. Oh, dat is een steen. Daar kan ik niet veel mee. Maar dit wordt dus ons enorm grote huis. Wordt fucking episch, neem ik aan. Waar had ik net ook... Oh ja, hier had ik net de dirt vandaan gehaald. Awesome, dan ga ik dat weer even doen. Ik heb namelijk zoveel mogelijk dirt nodig. Maar nogmaals, laat even een like achter. Laat je Skype weten in de comments. En laat even je Skype... laat een like achter. Laat je Minecraft naam weten in de comments. En laat even je Skype of Fitte naam weten. En wie weet, nodig ik jou uit hier op de Doe Maar Gamer server. Om lekker met mij te gaan survivalen. Ligt er een beetje aan, maar het kan maar zo. Dus hou daar rekening mee. Hou Doe Maar Gamer in de gaten. En wie weet. Zo. We gaan zo meteen echt een fucking episch huis maken, jongens. Ik zweer het je. Het wordt zo motherfucking vet. We gaan zo meteen een beginnetje maken. En de volgende episode gaan we hem zeer waarschijnlijk afmaken. En dan gaan we lekker minen. Het wordt echt fucking awesome. Het is ook alweer een beetje uitdagend om je huis, zeg maar, op een hoge berg te maken. Want heel veel mensen die maken hun huis dan, zeg maar, op de grond. Maar hey, deze jongen hier, die is origineel. En die maakt hem gewoon in een hele hoge berg. Fucking chill. Ik vind het wel leuk. En het is natuurlijk wel moeilijk om dan aan diamonds te komen. Maar het is aan de ene kant ook wel weer leuk om het op die manier te doen. Nou, ik denk dat dit ongeveer wel genoeg is. Zo. Ik ga gewoon weer lekker terug naar mijn mooie stekkie daar. En die wolk ook, jongen. Dat geeft echt zo'n mooi gevoel. Zo. Om even iets meer contrast toe te voegen. Dan ga ik het hier dus even afmaken zo. Zo. Oké, wacht even. Oké, dope. Hij is af. Dit is dus de omtrek van mijn gebied. Dit gaat het worden. Dit is nog niet helemaal klaar. Bijna. Zo. Ik moet dit natuurlijk ook even afmaken dat het helemaal perfect is. Heb ik zeg maar de omtrek waar mijn huis moet komen af. Ik moet het alleen nog een beetje natuurlijk maken. Maar dat komt helemaal goed. Het is een 100% vanilla server. Dus niet gecheat gaat worden. Logisch denk ik. En dat is eigenlijk het enige wat ik over deze server te zeggen heb. Hoppa. Hij is klaar. We gaan hier ons huis maken. Ik haal nog voor de zekerheid heel even dat sneeuw weg. Zo, dat ligt daar een beetje voor niets. Ik haal even het gras weg. Zo, en dan kunnen wij gaan beginnen aan ons huis. Of in ieder geval kunnen wij gaan beginnen met het hakken van hout. Dit ziet er chill uit zo.
Sterker nog, dit is perfect. Het is een mooi gedeelte om een huis te gaan maken. Het wordt dus een groot huis, zoals ik jullie al eerder heb verteld. Wat mij wel handig lijkt, is om even wat van die saplings te pakken. En ik heb ook veel bones, zie ik. Dus wat ik doe, is ik doe even zo. En dan kan ik ook al wat aan wat dark oakwood komen. Fucking chill. En waar ga ik dat doen? Ik ga dat denk ik ook gewoon hier zo neerzetten. Want hier komt dan zeg maar mijn eigen tree farm. Dit hier heb ik niet nodig. En ik moet even mijn bel hebben. Want ik ga niks maken van normaal oakwood. Dus dat heb ik ook niet nodig. Ik ga denk ik gewoon maken van spruce wood. Maar wat ik aan zit te denken is om die pilaren te maken van dark oakwood. En de, wat er zeg maar tussen zit, die planks, wil ik graag maken van spruce wood. Dat is even het idee tot nu toe. Dus dat is ook even waar ik naartoe ga werken. Wat heb ik dus nodig? Ik heb een bel nodig. En ik heb bone meal nodig. Omdat ik dan even snel wat gemanipuleerd aan hout kan komen. Zoals ik dat altijd noem. Wacht even, dit is spruce wood, dat mag lekker blijven. Dus waar mijn huis uit gaat bestaan is spruce wood en dark oak wood. En misschien komt er nog wat acacia wood bij kijken later als ik daar saplings van weet te bemachtigen. Dat is ook het leuke aan een server waarbij je met meerdere mensen zit. Stel voor, ik zoek al enorm lang naar acacia saplings en iemand die heeft die in de server. Dan kan ik met diegene gaan onderhandelen en dan krijg ik misschien één acacia sapling voor bijvoorbeeld een diamond. Dat is dus het leuke aan deze hele server gewoon. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje afzetten. Je moet natuurlijk wel eerlijk blijven, want het is een soort van community. Dus je moet wel aardig tegen elkaar zijn en elkaar proberen te helpen. Kijk, als ik bijvoorbeeld zometeen 20 van die acacia saplings heb. En jij als kijker zit in deze server omdat je gewaaid is. Ben en je vraagt mij, Job, zou ik alsjeblieft van jou een acacia... Oh shit, ik klik allemaal dingen aan. Een acacia sapling mogen hebben omdat ik dat nodig heb voor mijn huis. Dan hoor je mij echt niet moeilijk doen. Dan geef ik hem hier gewoon. Maar stel voor, ik heb er zelf ook maar 1 of zo. Dan zou ik misschien wel zeggen van ja, oké. Dan wil ik wel 20 kool voor of zo, weet je wel. Maar dat is gewoon hoe het zit in deze server. Zo. Hier kan ik, dit kan ik dan wel weer gebruiken voor het maken van tools, zeg maar. Voor sticks en zo. Dus dan chesten. Dus daarvoor neem ik dit wel mee. En dat is ook de eerste ding die we gaan doen, denk ik. Het maken van chest rooms en shit. Kunnen ze groeien op één zo'n klein plekje? Als ik zo doe. Ja, en als ik dan bone meal erop gooi, dan doet hij het wel, toch? Oh, dan moet je de 4 doen, toch? Zo moet dat, toch? Oh, dat is motherfucking dope, jongens. Want dan krijgen we dus een hele grote boom. En het ziet er ook nog fucking vet uit. Dus hoppakee, die hakken wij even omlaag. En hebben wij deze episode dus eigenlijk gewoon een begin gemaakt waar ons huis moet komen. Wat ik super chill vind. Want kunnen we de volgende episode, kunnen we dus technisch gezien gewoon ja, bezig gaan met het afmaken van ons huis. En daarna kunnen we het gaan inrichten. En daarna kunnen we gaan minen. En daarna kunnen we nieuwe projecten gaan starten. En daarna kunnen we de Ender Dragon gaan verslaan. En de Wither gaan verslaan. En er zijn nog zoveel vette dingen die wij in deze server gaan doen, jongens en meisjes. Jullie weten half niet wat voor veel vette dingen wij nog gaan doen. Ik ga nog een enorm grote brug maken die helemaal naar beneden gaat. Want dat is natuurlijk denk ik wel logisch dat dat moet komen. Gewoon een huge brug, zeg maar. En via die brug gaan we dan naar beneden. En zo kun je dus heel erg makkelijk naar boven en naar beneden komen. Stel je voor, jij hebt een efficiëntere manier waardoor ik enorm makkelijk naar beneden kan gaan en ook weer naar boven kan gaan. Oftewel naar mijn huis. Laat het hier beneden weten in de comments. Zorg ervoor dat het niks is met redstone. Want met redstone kunnen we nog even niks. Omdat we pas in de beginnersfase zitten. Tenminste, we hebben wel diamond gear. Maar dat komt dus gewoon omdat ik weer enorm veel geluk had. Tenminste, ik heb niet altijd geluk. Ik heb meer ongeluk in mijn leven dan geluk. Maar op dit moment had ik gewoon enorm veel geluk. Zo. Hoppakee. Dope. We hebben dus nu... mooi wat hout. Hoeveel hebben we? 52. Super dope. Dan gaan wij even beginnen met de omtrek van ons huis. Wat is dit voor boom? Is dit een oakwood shizzle, de McFlizzleboom? Die heb ik eigenlijk niet nodig. Oeh, dan moet ik dan zo meteen even omhakken offscreen. Of misschien zo meteen wel gewoon nog onscreen. Alleen het wordt nacht. Kijk, dat vind ik eigenlijk wel mooi om te zien. Gewoon de zonsondergang. En dan hier op mij. Oh, dat is mooi, ouwe. Ook al is het virtueel, het is mooi. Wauw. Prachtig uitzicht heb ik. Kijk dan. Zo mooi, jongens en meisjes. Eigenlijk moeten we ook bij ons huis moeten we ook een huge uitkijktoren maken. Die ik ook in Survival Island had. Maar dan 10 keer groter. Dan is het zo mooi, hè. En helemaal als zometeen daar ook nog gebouwen gaan komen door mensen. Dat zou er echt zo dope uitzien. Misschien ga ik dat wel doen. Ik weet het nog niet. Oké, hoe gaan we dit aanpakken? Wat ik zit te denken is om hier een soort van poort te doen. Of zullen we het maar gewoon een vierkant huis maken? Dat is wel basic. Laten we dat doen. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 7 hoog. Joppe, dat is fucking hoog. Ik weet het, kijker. Vind ik leuk. 2, oh, even. 3. Oké, 3. En trouwens, over Legend gesproken. Normaal gesproken in sommige Minecraft-serie had ik nog wel het handje om, zeg maar, behind the scenes. Snel even wat te spannen voor de volgende video. Gebeurt hier niet. Waarom niet? Het is een community. Het zou sneu zijn als ik diamonds ging spannen omdat ik de YouTuber ben. En dat andere mensen er hard voor moeten werken in deze server. Gebeurt niet. Als ik bijvoorbeeld aan spruce wood wil komen offscreen, dan moet ik dat gewoon gaan verzamelen met de motherfucking hand. Tenzij er ooit bijvoorbeeld een keer de server crasht en al mijn spullen zijn weg. Ja, dan moet ik die natuurlijk wel terugspannen. Dat is logisch. Maar er moet niet gecheat worden, zeg maar. Dus dat is logisch. Oké. Dit is hoeveel zat ik nu? 3, hè? Ja, 4, 5, 6, 7. Fucking awesome dit. En dan hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Het is niet zo heel groot. Het is te doen. Het is zeker weten te doen. En dat moet ook. 3, 4, 5, 6, 7. Oh my god, ik ga bijna dood.
super chill dat ik dat nu zie. Oké. Ik moet even uitkijken, jongens. Ik ga gewoon bijna dood. Ik ben gewoon nog rustig bezig met dingen doen. Super chill. Ik vind het er netjes uitzien. Op dit moment hebben we dus eigenlijk gewoon simpelweg een omtrek van ons huis. Hoe het eruit moet gaan komen te zien. Dit is Dark Oakwood. Super chill. Doe ik even hierin. Hebben we nu niet meer nodig. Tenzij we er uiteindelijk voor kiezen om, zeg maar, dit te doen. En dat is ook een, altijd wel leuk, zeg maar, zoiets. Kan heel chill zijn. Even kijken hoe dat eruit ziet. Is dit het? Nee, laten we het gewoon lekker doen zoals ik al zei. Nu is dus even onze mogelijkheid om even snel wat spoesje te gaan verzamelen. Maar eerst ga ik slapen. Dat is ook heel erg belangrijk uiteraard. Het is al bijna weer het einde van de episode. Maar dan hebben we ook echt wat kunnen bereiken. Want we hebben ons plekje gevonden waar ons huis moet komen. En we hebben nu al best wel veel spullen kunnen verzamelen aan hout en zo. Super chill is dat. En ik moet dus proberen zoveel mogelijk saplings op te pakken. Want ik heb geen Dark Oakwood saplings meer. Dus dan moet ik even rekening houden dat ik die niet laat liggen. En dat ze dan wegspannen. Oftewel die spannen. Kijk, nice. Het zijn er weer 5. Super chill. Daar doen we het voor. Dus wat we dan doen is, dan doen we dit. Pakken we op. Die bedoel ik eigenlijk. Doen we weer zo. Hoppakee. Boonmeel. En boeia. Kijk, dat is dus het awesome aan boonmeel en aan saplings. Je kunt gewoon gemanipuleerd heel erg snel aan hout komen. Fucking chill. Geldt ook voor spoeshoed. Moeten we wel gewoon terugzetten. Wat eigenlijk het hele doel gaat worden is om een fucking huge bomenfarm te maken. En nee, geen automatische bomenfarm. Maar gewoon een gedeelte waar alle bomen op komen te staan. Zodat ik in ieder geval weet, daar zijn bomen. Daar kan ik het hout vandaan halen. En misschien gaan we gewoon een keer een episode op avontuur. En dan gaan we gewoon lekker ervoor zorgen dat wij enorm veel hout gaan verzamelen. En andere resources. Maar één ding is zeker. Het gaat fucking episch worden. Jullie krijgen de mogelijkheid om in de server te komen. Zolang jullie maar lekker blijven liken, hoe meer likes, hoe groter de kans dat een whitelist en white uitgaat. Hoe groter de kans dat ik ga livestreamen. Simpelweg, hoe meer likes, hoe groter de kans op positieve dingen in deze serie. Hell yeah. We hebben hier weer een ding. Een ding. Ja joh, beste omschrijving van de sapling. Een ding. Nee, we hebben hier een sapling. Fucking awesome. Gewoon altijd terugzetten. Ook even een kleine tip als je in deze server wil komen. Zorg ervoor dat je de bomen helemaal omhakt, maar ook de saplings weer terugplant. Anders wordt het straks een hele kale Minecraft-wereld. Hebben we geen zuurstof meer? Gaan we allemaal dood? Nee, dat is natuurlijk overdreven. Maar jullie begrijpen me wel. Hier bijvoorbeeld horen geen bomen te zijn. Die ga ik ook weghakken. Want ik wil best bomen hebben. Maar die bomen die moeten op een andere plek komen te staan. Mag van mij ook gewoon beneden hier zijn. Of daar eigenlijk. Kijk, hier. Daar zo. Kijk, dat is perfect. Hier kan ik makkelijk komen. Dat gedeelte daar waar je, zeg maar, een soort van stenen vagina ziet. Daar kan ik makkelijk komen. Wat? Oh my god, mijn omschrijving ook. Daar zo kan ik makkelijk komen. Daar kan ik dus uiteindelijk ook bomen gaan verbouwen. En dan kan ik heel erg dat, nou, makkelijk komen. Duurt ongeveer, pak hem eens beet, 30 seconden. En dan heb je weer lekker veel hout. Dus vandaar, heel veel mensen denken, ja maar Job, waarom ga je dan niet in een bos wonen? Is gewoon te weinig uitdaging. Dit is vet. Je woont op een enorm vette plek. Het is lekker origineel. Je ziet, oh, je hebt uitkijk over heel Minecraft. Ik vind het gewoon fucking vet, eerlijk gezegd. Ik hou ervan. Zo. We hebben spoeswoed. En wat doen we daarmee? Daarmee gaan we dus dit hier invullen. En er komt ook nog glas in uiteraard. Dat is ook de bedoeling. En misschien kunnen we nog wel iets doen met dit. Dat we het zeg maar zo doen. En er komt hier 2 glas. En er komt hier weer dit. Dat is net zo bij die uitkijktoren, ouwe. Dat is fucking episch dit. En dan hier weer. Zo. Dan hebben we, en dan komt daarboven komt gewoon weer spoeswoed. Ik weet niet of dit vet is. Je kunt hier beneden altijd in de comments laten weten of jullie een ander vet patroontje weten. Snel. Ah, fuck. Ah, fuck. Ik kan je niet menen dit. Dat is echt zo retarded altijd als dat gebeurt. Zo. Oh, er moet nog 1 laag op, ja. Even kijken hoor, hoe het vets uitziet. Zelf denk ik dat dit wel vet is, maar het kan altijd nog aangepast worden uiteraard. Als jullie denken van, joppen vinden het niks, laat het hier beneden weten. Ja, het heeft wel wat hoor, jongens. Het heeft wel wat. En of het er wat heeft. Om het even wat extra te geven, zou ik dit doen. Zo. Ja, wat dit het is. En dan daar ramen. Ik denk dat het vet is. Laat het hier beneden weten in de comments. Jongens, bedankt voor het kijken van deze 3e episode van Minecraft Doe Maar Gamen Server Survive. Vond je dit leuk? Laat even een like achter. Wil jij in de Doe Maar Gamen server? Laat hier beneden je Twitter of Skype weten en je Minecraft naam, zodat ik jou kan whitelisten. En jou het goede nieuws kan vertellen. Goede nieuws kan vertellen via het social media platform. Jongens, bedankt voor het kijken. Laat een like achter. Zo fucking awesome zijn als we weer voor de 2000 gingen. Dit wordt mijn huis. Laat even in de comments weten. Wil je dit patroontje? Schrijf dan ja patroontje. En als je denkt van, nee Job, haal zeg maar deze rij hier weg. En maak dit, hoe heet dat spul? Ook weer spoeswoed en doe hier gewoon glas. Kun je het ook laten weten. Dus ja patroontje of nee patroontje. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Jullie zijn motherfucking bazen. En ik zeg ciao.